Uit het niets, zo heet de aangrijpende tentoonstelling die je nog tot 9 oktober kan gaan bekijken in het Wemmelse gemeenschapscentrum De Zandloper. De expo kadert in het veelzijdige sociaal-artistieke project Alzheimer Code, dat mensen wil sensibiliseren over dementie. De beelden uit klei die je hier ziet zijn het resultaat van de workshops van artieste Alexandra Kool met dementerende bewoners van een aantal woonzorgcentra. Het enige wat ik gedaan heb, ik heb hun een statief gegeven in hout en klei. En ze zijn begonnen rond dat statief met klei te werken. En daaruit zijn de beelden ontstaan. Wat vind jij er zo van? Ah, ik vind ze zo mooi en ik ben zo blij dat ik die kan tonen en echt ook de artistieke waarden ervan kan tonen. En ik hoop dat iedereen dat ook gaat vinden en zien. Bij de expo horen ook foto's en een kort film over het creatieproces. Kan ik daar een snuitje maken? Ik denk dat jij dat heel goed kunt. Waar ga je dan maken? Dat zijn aardjes of ze klutspoppen. Ah. Twee ogen zo blauw. Zo innig en trouw. Goed, hè? Ja, ja, dat kan me mooi zijn. Er zijn ontroerende verhalen die eigenlijk aan elk van die beelden hangt van mensen die door hun dementie ja, tot heel weinig in staat zijn, maar dan blijkbaar door te boetseren toch weer zich kunnen concentreren en iets heel moois kunnen maken. Is het klaar? Is het klaar? Ben je klaar? Ja? Ja? Ben je er blij mee? Ziezo. Mooi, hè? De komende weken kan je in de regio nog naar een heel aantal andere activiteiten van de Alzheimer Code. Meer info vind je op deze website.